Het is heel eenvoudig om een Olafly eSIM op je iPhone te installeren en activeren. Vergeet niet je eSIM enkele uren voor je reis te installeren en pas te activeren wanneer je op je bestemming aankomt. Zodra je je eSIM op onze website hebt gekocht, sturen wij je een e-mail met alles wat je moet weten om dit proces af te ronden. Laten we beginnen. Pak je telefoon. Zorg eerst voor een stabiele internetverbinding, zoals wifi of mobiele data. Ga naar instellingen en dan mobiel netwerk. Tik op voeg eSIM toe en dan op gebruik QR-code. Je hebt hier nu twee opties. Installeren met een QR-code of handmatig installeren. Om te installeren met een QR-code moet je toegang hebben tot de code die wij je per e-mail hebben gestuurd. Je kunt het ook op een ander apparaat zetten of uitprinten. Plaats de QR-code in het vakje op het scherm. Wacht enkele seconden tot je nieuwe mobiele plan is geïdentificeerd. Je kunt de installatie ook handmatig uitvoeren als je geen ander apparaat of de QR-code hebt uitgeprint. Kies in dat geval op hetzelfde scherm Voer info handmatig in. Kopieer en plak nu de codes die wij je hebben gestuurd per mail op hun respectievelijke plaats. Het systeem zal vaststellen dat je Olafly plan klaar is om te installeren. Selecteer nu het label met je nieuwe plan en tik op Ga door. Geef deze regel nu een nieuwe naam zoals Olafly plus je bestemming. Stel je regel in als standaard en klik op Ga door. Selecteer opnieuw je regel om iMessage en FaceTime met je nummer te gebruiken. Tik op Ga door. Selecteer nu Olafly als je optie voor mobiele data. Het is belangrijk dat je de optie Sta schakelen tussen mobiele data toe uitschakelt. Zo voorkom je extra roamingkosten op je rekening. Druk tot slot op Gereed. Gefeliciteerd! Je eSIM is geïnstalleerd. Ben je al op je bestemming? Dan is het tijd om je eSIM te activeren. Ga terug naar Instellingen en dan naar Mobiel Netwerk. Selecteer je Olafly eSIM, activeer deze regel en Data Roaming. Ga terug naar Mobiel Netwerk en zorg dat je Olafly regel als standaard is geselecteerd voor mobiele data. Als je in je plan ook telefoongesprekken hebt zitten, ga dan naar Standaard telefoonlijn en selecteer Olafly als je standaardlijn om te bellen en gebeld te worden. Dat is alles. Je Olafly eSIM is nu actief. Welkom terug in de wereld. Je bent nu verbonden. Heb je nog steeds hulp nodig? Neem dan contact op met onze klantenservice in de chat. Wij staan 24/7 voor je klaar. Zo blijf je overal verbonden.